Maar. Nou ja, ik ook even misschien. De grote Geo Show. Voor de Nono en de Po. Voor de liefhebber van Geo is er de grote Geo Show. Lene heet u welkom en loodst u door het uur. Waarin menigeen u meeneemt vol passie en met vuur. Een quiz van Marielle. Over data en coderen, vele interessante feiten. Met Jonna aan de knoppen, zij zorgt voor de techniek. En de geomuziekanten, die zorgen voor de muziek. Van de grote Geo Show, voor de Nono en de Pro. De liefhebber van Geo, is er de grote Geo Show. Dit zijn pareltjes waar ik echt met heel veel plezier naar kijk. Ha! Ja. Zo, goedenavond allemaal. Goedenavond. Oh ja, niet te ver naar voren, dank Erik. Zo, ik zag daar een man met een grijze baard uit de dingen vertellen. Ik denk, nou, daar moeten we toch een beetje vanaf. Dus we hebben het maar een beetje minder gemaakt zo. Oké, nou, het staat je goed. Zomers. Goedenavond. We gaan de kartografie special doen. En wie hebben we allemaal aan boord? Eens even kijken. Zullen we eens gewoon even het rondje maken? Even kijken. Aan die kant voor mij, daar zit de techniek. Jee, juist. Maar vandaag de samenstelling was in handen van Winifred. En niet vergeten, is die zometeen ook als eerste aan de beurt. Ja. Dat lijkt me toch wel nuttig. Dus even kijken, wie zit daar? Nee, die kant ja. Uit. Dit is leuk, dat spiegelbeeldig wijzen. Ja, het is altijd spiegelbeeld. Wouter, vertel. Waar wil je dat ik over vertel? Wij kan je overal Je weet dat dat lang kan duren, hè? Sorry? Je weet dat dat lang kan duren, hè? Ja, Wouter neemt ons mee in een verrassingsavontuur als hij daar de kans voor krijgt. Dus dat moeten we nog maar zien. Wouter is de joker voor deze avond. Precies. Multi-inzetbaar. Aan deze kant van mij, de quizmaster. Ja, we hebben weer een mooie quiz voor vandaag, hoor. Dus maak je borst maar nat. Ja, en volgens mij, Boukje, ben jij voor het eerst in de grote Geo Show? Of valt dat mee? Ja, nou, als toeschouwer ben ik wel vaker geweest. Maar in de uitzending, het zichtbare wel voor het eerst. Ja. Nieuw in de uitzending. Nou, dan gaan we mooi. Jij mag hem vandaag gaan afsluiten met een schitterend ding over augmented reality, virtual reality. Wat wordt het allemaal? Ja, de toekomst van de cartografie, zit hij daar of is het toch ergens anders? Dat is de vraag. De toekomst van de cartografie. Nou, dat is een goed begin om met de toekomst te beginnen. We gaan eerst eens even de nieuwtjes, de evenementen voor de komende tijd doornemen. Als eerste, op 1 juli, en dat is al snel, is er een online GIN-meeting. En die staat helemaal in teken van open source GIS. En als OSGEO promoten wij dat natuurlijk. Sterker, ik mag hem weer aan elkaar praten. En dit naar aanleiding van een artikel wat in de GIN stond over wat de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, of eigenlijk alle veiligheidsregio's die dat willen, doen met QGIS. En daar is Joachim voor en Irene Plezier van Oort. Die komt daar ook een stukje vertellen. Dus dat is leuk. Dat is 1 juli. Dus dat is al heel snel. En je ziet dat is van 4:30 tot 4:15. En via geoinfo.nl kan je daarbij en kan je daarvoor in aanmelden om mee te doen. Mee te kijken. Door de tijd heen zappen we dan. En dan verhuizen we virtueel naar Buenos Aires. Want de Phosphor-G, de internationale, die vorig jaar helaas niet door kon gaan, dit jaar is gezegd, come hell or high water, wij gaan door. Het wordt een digitale Phosphor-G Buenos Aires eind september, 17 september tot 2 oktober. En op dit moment is daar volgens mij ook
nog, ja, je kan je tickets kopen. Ik dacht dat je zelfs nog verhalen kon insturen. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer zeker. Klopt dat juist? Weet jij dat? De deadline is al verstreken voor abstracts. Oh, die is verstreken. Oh, dan heb ik maar daarin gevist. Nou, dan komen we waar je natuurlijk wel nog een... waar de call for presentations zeer spoedig uit zal gaan. En dat is onze Nederlandse Phosphor G. En op Phosphor GNL vind je daar nog bijna niks behalve de titel. Namelijk Phosphor GNL 2021. Dat is ongeveer zover als we op dit moment zijn gekomen. Die wordt dit jaar in oktober gehouden, 19 en 20 oktober, bij het ITC in Enschede. En Mark Zwaait vanuit Passau, die komt dan wel naar Twente toe. Dat ligt dan toch vlakbij. Maar relatief, in ieder geval. Dus dat komt de goede kant uit. Maar dit is verder het enige wat er nog nieuw is. Zijn ook nog mensen welkom die de website daarvoor helemaal willen gaan hosten, bijhouden en whatever. Er staat een mooie opzet, maar het heeft allemaal wat liefde en aandacht nodig om het weer helemaal anoniem te maken. Daarvoor is in ieder geval de call for presentations, die wil ik dan nu eigenlijk informeel alvast uitzetten. Als je echt iets leuks hebt gedaan met open source GIS en je denkt, ja, hier moet ik eigenlijk de wereld over vertellen, dit is je kans. Er komen weer 3 tracks met presentaties. Een QGIS-track waarvoor de QGIS-gebruikersvereniging in Nederland organisatie op zich heeft genomen. Er is een scientific and technical track waarbij mensen uit het onderwijs, en dan vooral technisch onderwijs uiteraard, ITC, TU Delft de Has Den Bosch trouwens ook daarin deelnemen om dat te organiseren. En er is nog een track met specials voor alles wat niet daaronder past. Verder is onze keynote speaker al bekend en dat is een dame van UNESCO IEEP en dat wordt ook top. Dan hebben we een maand later natuurlijk onze nationale grote geo-uitje in Den Bosch, de geobus. De geobus elk jaar natuurlijk al een groot tweedaags evenement en ook daar is altijd weer superleuk. En we werden net nog gewezen op de International Cartographic Conference die eind van dit jaar in Florence gehouden gaat worden. Dus op het moment dat we geen vierde golf hebben in de winter, dan zien we elkaar in ieder geval in Florence, want dat is wel een plek om naartoe te gaan voor een mooie conferentie. Dat zijn even mijn aankondigingen voor de agenda. Verder heb ik nog 1 nieuwsbericht net ontvangen. En dat is, ik weet niet of jullie deze kennen. QGIS Division t-shirt, helemaal gemaakt door Kurt Menke. Ik kreeg net het bericht dat hij uit de store is gehaald. Dus als je die nu nog hebt, wees er heel erg zuinig op. Hij is uit de store gehaald, want de mensen achter Joy Division vonden dit toch niet een heel goed idee. Maar als je er dus eentje hebt, dan heb je mazzel. Hij wordt steeds zeldzamer. Tot hier de mededelingen. Hebben jullie nog mededelingen? Nou, ik heb net even iets door aan de onderkant laten lopen. Dat is, we hebben natuurlijk eigenlijk een wekelijks terugkerende, hoe kan je dat zeggen, een open café. De grote georuimte. En daar is geen agenda of zo, maar je kan het zien als een soort donderdagmiddag. Er komen altijd wat mensen en je kan... Je kan jezelf in bubbels, virtuele bubbels vormen en met gelijkgestemden praten. Maar we zijn meestal allemaal wel gelijkgestemd. Het is altijd wel heel gezellig. Het is heel gezellig, ja. En er komen vaak verrassende dingen. Ja. En morgen dus, iedereen welkom. Sorry? Nee, ik praat even tussen jou door. Ik dacht niet klaar was. Ja, natuurlijk. Nee. Morgen QGIS Open Day. Oh, ja, uiteraard. De QGIS Open Day. Ja. Dat was ik helemaal vergeten. Maar inderdaad, elke laatste vrijdag van de maand QGIS Open Day. Op de QGIS Telegram groep zie je daar meer over. Oké. Ja, dan gaan we naar het inhoudelijk deel van het programma. We hebben vandaag 3 onderwerpen. We hebben dus Winifred verteld de Cartographic Basics, het begin van de cartografie. Ze gaat ons in 15 minuten die dingen vertellen die je nou echt moet weten.
je kan er ook gewoon een paar jaar over studeren of zo. Of je kan er meer natuurlijk. Maar in 15 minuten even de highlights eruit halen. Dat gaat Winifred als eerste doen. Dus daarna gaan we naar de quiz. Dus zet alvast je telefoon klaar. En we sluiten vandaag dus af met de toekomst van de cartografie door Boukje. Dus Winifred, mag ik jou als eerste? Dat mag jij zeker. Ik ga Zou jij willen wisselen de presentatie? Sorry, wat zeg je? Nee, en Just mag even de presentatie wisselen. Ja. Je moet nu knetterhard aan het werken om alles te regelen. Delen. Ik ga mijn scherm delen en ik ga het ook even, hoe heet dat? Fullscreen zetten. Cartografie basics, ja, het is grappig. Iemand kwam ermee tijdens een overleg. En ik vind, je denkt eigenlijk altijd aan spannend, nieuw, de toekomst. Je denkt niet zo gauw aan basics. En dan ook nog in een hele korte tijd. Erik, zoals je net al zei, dat is... ik moest er nog wel even over nadenken. Wat is nou eigenlijk heel leuk om in hele korte tijd te vertellen over de cartografie? En wat is nou basic in de cartografie? Of deze special voor beginners wordt, weet ik niet. Dat mag je achteraf tegen mij zeggen. Maar ik denk het is in ieder geval een hele leuke aanvulling ook op de shows die er tot nu toe waren. Waar ook wel soms wat basic dingen werden uitgelegd. Bijvoorbeeld over PostGIS. En voor mij super fijn. Eigenlijk. Dus, ja. In de cartografie staat de kaart centraal. En het is steeds meer zo dat de workflow tussen cartografie en GIS... Ja, ze hebben steeds meer gemeen. Software is gelijk. Je kunt prachtige dingen maken met QGIS. Van oudsher was de dataverzameling en de databewerking iets wat ook in allebei de gevallen heel belangrijk en een groot deel van de tijd ook inneemt. Maar uiteindelijk is het in de cartografie zo dat je een kaart maakt. De kaart staat centraal en in GIS kun je een heel ander doel hebben. En daar zal ongetwijfeld ook een kaart aan te pas komen. Maar wij focussen toch wat meer op allerlei grafische aspecten. We focussen ook op de kaartproductie. Ofwel voor web, ofwel voor print. Wat ook behoorlijk verschillend is. Je hebt die kennis nodig, omdat je vaak al aan het begin van je productieproces inzet. En ja, we focussen ook op kaartlezen en op kaartbeheer. Denk ik nog. Vroeger deden we dat, maar nu met al deze digitale dingen en informatie. Ik weet niet of dat nog echt een dingetje is. Maar dat was het zeker wel. En voor oude kaarten is dat nog steeds het geval. Ik kwam eigenlijk een tijdje geleden, niet eens zo lang geleden, misschien een paar weken geleden, kwam ik een zin tegen. En in een boekje. En daar stond, art is useless. Otherwise, it would be a tool. En ik vond het zo'n leuke zin, omdat ik hamer er nogal eens op. Dat een kaart is een tool. Als ik een kaart heb gemaakt, dan zegt iemand, mooi kaartje. En dat klinkt natuurlijk aardig, maar ja, het is een tool. Je moet er wat mee. We gebruiken zo'n kaart om dingen uit te leggen. Geografische relaties, gewoon je weg te vinden, een route. Maar we gebruiken kaart natuurlijk ook om ingewikkelde relaties te onderzoeken. En misschien ook zelfs wel om scenario's in de toekomst voor te stellen of uit te proberen. Een ander basic ding vind ik zelf aan de kaart is dat het een model is. Nou ja, natuurlijk is het een model, zou je misschien wel zeggen. Maar je hoort toch mensen wel eens zeggen, de kaart 1-op-1 is de kaart van de toekomst. En met alle nieuwigheid naar indoor localization, de blik op steeds meer detail. Ik denk ook dat de kracht van de kaart zit in het feit dat het een model is. En wat doet nou een cartograaf om dat model goed te krijgen? We werken met een schaal en aan de hand van die schaal heb je bepaalde informatie. We kunnen ongelooflijk goed dingen versimpelen. We kunnen vrij veel weglaten of juist selecteren. En wat we ook doen is dingen gewoon vergroten of verplaatsen, spelen met de geometrie eigenlijk. Dat proces kan je, ik dacht hoe kan ik dat snel laten zien? En het,
de manier waarop je het heel makkelijk of snel kunt laten zien is als je in en uitzoomt op een webkaart. Het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit welke dat is. Je hebt het idee, ik zoom in en ik zoom weer uit, maar het zijn steeds stapjes die je zet waarin informatie wordt weggelaten en wordt versimpeld. En in het geval van het linkerkaartje bijvoorbeeld, daar wordt gewoon een andere dataset gebruikt. Ja, dus Natural Earth, voor zover ik weet, in de OpenStreetMap. Je ziet eigenlijk alleen nog maar de landsgrenzen. En als je helemaal uitzoekt op wereldniveau, dan zie je ook nog steeds dit. Als je een beetje inzoomt, zie je er wat landnamen in verschijnen, maar toch zeker niet alles. En nou ja, het middelste kaartje, een stukje van Nederland, provincies, aantal grote plaatsen. Je ziet bijvoorbeeld hier Utrecht als een stip. En ja, als je ze weer inzoomt, dan verschijnt natuurlijk de hele stad totdat je uiteindelijk de straatnummers kunt bekijken. Of ja, je kunt daar op de OpenStreetMap kaart is zo rijk gevuld, ook met allerlei cafeetjes en nou ja, noem het maar op. Het is echt heel uitgebreid. Als je het nou van de andere... Maar Winifred, daar zitten natuurlijk ontzettend veel regeltjes aan. Hè? Ja, als ik het vanuit... wat jij nu net beschrijft, als ik dat vanuit GIS bedenk... Ja. Dan zie ik ontzettend veel rule-based styling, zie ik daar eigenlijk op afkomen. Ja. Dus het is heel technisch eigenlijk van aard. Terwijl je zou denken, het is een kunst van het weglaten. Maar het is eigenlijk de techniek van het weglaten. Nou ja, ik denk dat de techniek, dat is de toepassing die je hebt. En ja, jij zegt rule-based styling en heerlijk natuurlijk, dat we dat tegenwoordig kunnen. Dat je dat niet meer allemaal met de hand hoeft te doen of helemaal van tevoren hoeft te plannen. Zoals dat vroeger ging met een kartografisch redacteur en iemand die het uiteindelijk maakte. Maar het is een gedachtegang. En ik heb ooit Barend Kubbe horen roepen, het maakt niet uit waar je een kaart mee maakt. Een kaart voldoet altijd aan een aantal basisregels, of moet eigenlijk altijd aan een aantal basisregels voldoen. Kijk, daar kun je natuurlijk over gaan strijden in detail. Maar ik denk dat hij daar een belangrijk punt heeft. Zeker, ja. Ja, ik denk het. Dat woord wil ik echt niet meer zien, digital twin. Want? Ja, vertel. Ja, ik vind digital twin vind ik echt een beetje de... Ja, het is alsof je zegt van, we moeten allemaal crypto, we moeten allemaal in de cloud. Het is gewoon een of ander buzzword. Ja. Verschrikking, het woord. Ja. Ja, maar goed, het is wel zo dat de papieren kaarten wel in oplagen afnemen. Dat is wel de realiteit. En ik weet niet, als jij op vakantie gaat, wat neem je dan mee? Toch je telefoon? Of ga jij nog... Een tent. Ja. Ja, dat is echt belangrijker dan al die andere dingen. Dan had je al erin. We dwalen lekker af. Ja, superleuk. Ik was even nu bezig met het inzoomen en het steeds laten zien van een groter, of nee, eigenlijk van een kleiner stukje van onze aardbol. En wat je dan eigenlijk hebt in een topografische kaart in ieder geval. Maar je kan het ook andersom aanvliegen, want dat is ook wel leuk om te bekijken, vind ik zelf. Links zie je een niet al te net opgemaakt stukje uit de top 10 NL. Ook ongeveer op de goede schaal, waarbij je dan, nou ja, je ziet alle gebouwen. Die kaart is niet gegeneraliseerd. Dat is eigenlijk onze grootste voor een grootschalige kaart. 1 op 10.000 of 1 op 25 kan je hem ook nog op afbeelden. En dan in het midden zie je diezelfde kaart. Dat is een verkeersknooppunt. Een vreselijk knooppunt in Rotterdam. En dit komt uit de top 100. Ik had eigenlijk verwacht, en dat was denk ik vroeger, toen de top 100 nog gemaakt was. Hij is er een tijdje uit geweest. Ik had verwacht dat het knooppunt zichzelf ook wat zou vergroten. Maar ik zie dat ze dat misschien niet kunnen. Een kartografisch verschijnsel is dat je dus zo'n knooppunt vergroot, zodat hij nog steeds duidelijk is. En dat er dus ook een stuk weg verlegd wordt. Maar dat is nu in ieder geval niet meer het geval. Maar je ziet wel heel duidelijk dat het water bijvoorbeeld heel anders is. En dat het bebouwde gebied is samengevoegd tot één klont. En hier ook wat groter groen.
En dan als je naar de top 1000 gaat, dat is ongeveer, nou ja, dat is, het is echt een vrij goed gegeneraliseerde kaart. Dan, nou ja, het knooppunt is vervangen door drie streepjes, door drie lijntjes eigenlijk. En het maakt blijkbaar ook niet meer uit dat de weg de stad in helemaal niet meer grenst, zeg maar. Dus dit is wat wij doen. We spelen toch wel wat met de geometrie. En je zou zeggen, is dat nieuw? Nou, dat is helemaal niet nieuw. Dat deden kartografen vroeger ook al heel graag. Dit is een kaart van Ortelius. En hij representeert de stelling van Den Bosch in 1926. Toen Den Bosch onder vuur lag. En iemand met medewerking van de zekere meneer Leegwater heeft die stad omsingeld. En het moerassige gebied rondom de stad werd drooggepompt, zodat de stad echt wat gemakkelijker was aan te vallen. Het leuke van deze kaart is dat de schaal niet helemaal consistent is. En met name het stadshart van Den Bosch, of het centrum, wat nu het centrum is groter dan je nu op een topografische kaart zou zien. Niet veel, maar wel wat. En het is zeker ook donkerder aangezet. Dus je ziet hier dat de cartograaf niet zo objectief is soms, maar heel erg bezig is met van, wat wil ik nou, wat vind ik nou belangrijk? Wat wil ik nou laten zien? Hier is diezelfde kaart. Of dezelfde stelling eigenlijk, maar dan op een hedendaagse kaart. Niet zo heel hedendaags meer, hij is al wat ouder. Hier zie je een beetje dat het, ik zal even heen en weer swappen nog. Hier is de noordoriëntatie ook lichtelijk anders. Maar je ziet hier dat het stadshart eigenlijk wat kleiner is dan op de kaart van Ortelius. Sommige kartografen maken het heel bont. Deze kaart is van Rotterdam. En je ziet hem, het is een zuid-noord georiënteerde kaart. Hij staat wat ons betreft op scope. Dat is op zich nog niet zo belangrijk, maar wat wel echt. Ik heb geprobeerd om deze kaart geo refereren en het is me niet gelukt. Dus toch herken je heel erg duidelijk de oude structuur van de stad. En schoen als eerste vorm van Rotterdam. Dus hij is evengoed wel duidelijk en je kunt er ook allerlei huisjes op zien. Hij is van historische waarde. Maar hij is geometrisch niet heel netjes. Als het gaat om dingen inzichtelijk krijgen, kun je ook allerlei dingen weglaten. In dit geval een kaart die gebruikt is bij een campagne van natuurmonumenten. Waarbij eigenlijk alleen maar het kustgebied belangrijk was. En dan doet de rest er helemaal niet meer toe. Of bijna niet meer toe. Je wilt natuurlijk wel weten waar je bent. Maar door dat stukje gewoon heel licht te laten of bijna weg. Kun je zeg maar, het is geen geometrische accentuering meer, maar zeker een visuele accentuering. Ik vind dit ook een mooi voorbeeld van een kaart. En dan gaan we dan ga je ook richting de datavisualisatie. Hij is natuurlijk al oud. Ik denk dat iedereen hem ook wel kent. Kaart van Jan-Willem Tulp over de verkiezingen. Volgens mij zijn het ook de verkiezingen uit 2012. Dus hij is echt wel wat ouder. Maar goed, linksboven zie je dus alleen nog maar de plaatstippen van de gemeente waar de verkiezingen waren. En je kunt in die kaart zeggen welke gemeente lijkt het meest op een andere gemeente. Maar hoe lijkt mijn gemeente op andere gemeenten? En in dit geval Urk. Nou, daar stemt niemand zoals in Urk. Of althans in 2012. Wellicht is het helemaal veranderd, dat weet ik niet. Maar je kunt in deze kaart ook de overgang maken naar een niet-geografische vorm van deze gegevens. En dat is dus de cirkel rechts. Ik denk dat het een soort mooie uitwaaiering van de cartografie naar een niet-geografische visualisatie. Nou, voor de mensen die deze niet kennen, is het wel zo dat als je een andere gemeente pakt, dan heb je altijd gemeentes die erop lijken. Zeker, Je krijgt altijd, bij Zoetermeer bijvoorbeeld zie je alle andere, zeg maar, relatieve nieuwbouwsteden, zie je allemaal een beetje in de buurt liggen. En er zit heel veel overeenkomst. Alleen Urk heeft dus gewoon echt alles helemaal aan de rand liggen. Er lijkt dus niks op Urk. Nee. En het mooie daarvan was dat ik liet dit een keer zien bij iemand uit Urk. En die begon helemaal te glimmen en die zei, dat zeg ik ook altijd, er is niks wat lijkt op Urk.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat kunnen wij in kaart brengen. Ja. Ja. Ja, toch neem je dan gauw Urk, hè? Dat is apart. Ik had misschien dat niet moeten doen. De visualisatie is online te bekijken op de website van Tulpen Interactive. En hij is de moeite waard, vind ik, ook in zijn, zijn eenvoud. Ja, om heel veel dingen, ook de animatie en de interactie van de kaart. Ja, cartografie op zijn best leuk. Dus eigenlijk, niet alles is even belangrijk. Dat is wel de boodschap. Dat is de basic, het model, het feit dat het een tool is. Niet alles is even belangrijk. Dat kun je doen door dingen weg te laten, zoals ik net al zei, of te vergroten en te verplaatsen. Maar je kunt het ook doen door dingen in een bepaald soort volgorde te zetten en de belangrijke dingen gewoon wat veel gekleurder te maken. Meestal zijn dat de thematische dingen, de tekstdingen of... dat wat voor die specifieke kaart van belang is. Ik ga nog heel even een klein stukje laten zien van kaartje van Amersfoort ter illustratie van dit. En dan heb ik eigenlijk toch een soort snelkookpan versie van cartografie basics gedaan. Dit is de basislaag, dus het stadcentrum van Amersfoort en dat is top 10. Eigenlijk gewoon zoals je het ophaalt bij PEDOC. En dan kan je natuurlijk altijd stylen zoals je dat zelf leuk vindt. Of zoals je opdrachtgever dat wil hebben. En daarop kun je zeggen, ik wil eigenlijk vooral het centrum benadrukken. En er ligt nog een ander stuk gebied, in dit geval het stukje achter het station. Waar wat stadsontwikkeling aan de gang is. Dat is een soort baas die je eroverheen legt. En dan heb je dat zou je kunnen beschouwen als een soort intermediaire laag. Daarbovenop komt, in dit geval is het een kaartje voor de VVV met wat buslijnen, highlights, belangrijke parkeerplekken. Ze hebben ook allemaal nummertjes erin waar eigenlijk de points of interest zijn van Amersfoort. En dan als de kaart... de kaart wordt helemaal af door de tekst erin te zetten, die natuurlijk ook fel is van kleur, in dit geval zwart. Ja, dan ben je er. Dan heb je je kaart klaar. En zo bouw je hem eigenlijk altijd helemaal gelaagd op. Ja, eigenlijk bouw je de meeste kaarten gelaagd op, denk ik. Ja, niet helemaal altijd. Dus een echte thematische kaart, een choropleed kaart, zoals je vaak in GIS ziet, zal dat niet hebben. Maar ik vind dat eigenlijk geen basic meer, als idee. Maar ik vind het wel leuk dat jij eigenlijk begint... Bart, die zal wel nieuw zijn. Dat kan best, Bart, want dit is al een wat ouder kaartje. Ja, kan best. Ja, Bart is zelf van Derf, dus op zich... Ja, is dan weer opvallend dat hij dan juist weer de nieuwste gebouwen aan weet te wijden. Ja, ik vind het ook wel leuk, trouwens. Maar om even die opbouw, hè. Je begint eigenlijk bij de bodem en je bouwt steeds meer op. Hè. Je denkt eigenlijk van tevoren heel erg na... over welke ondergrond heb je nodig, welke structuur wil je aanbrengen, zo'n intermediaire laag. Ik denk dat heel veel gissers in de haast die ze hebben om een boodschap over te brengen, dat ze gewoon beginnen met het thema. En dan kunnen we daarna altijd wel kijken wat er nog bij komt om het sprekend te maken. Oké. En ik zie bij jou eigenlijk die opbouw die ik bij heel veel giskaarten niet terugvind. Dus ik vind het een hele leuke. Dat is leuk, ja. Ja, we kunnen er ook denk ik wel veel van elkaar leren. Want de snelheid waarmee je in GIS iets opzet, is voor mij altijd weer een soort magic wand. Zeg maar. Dit is het einde van mijn basics. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren natuurlijk sowieso. En ik denk, heb ik een basic gemist? Laat het nou horen. Ja, ik vind luisteren vol erg leuk. Past heel goed in het kader van de richtlijnen voor toegankelijke video natuurlijk, dat je alles moet kunnen luisteren. Ik denk wel dat je wat beeld wellicht dan hebt gemist, maar komt best goed. Dankjewel, Winifred. Marielle, ik zag jou al lachen binnenkomen. Ik denk, daar komt een quiz aan. Dit gaat hem helemaal worden. Eigenlijk sluit hij gewoon perfect aan bij Winifred een verhaal, want Winifred zegt van, kaart is een model, we versimpelen, we laten weg. En één op één is de toekomst. Nou,
de toekomst is dichterbij dan je denkt. We gaan één op één kijken naar luchtfoto's. En daar is niks weggelaten. En ik wil van jullie zometeen horen wat we zien in beeld. Dus ga naar Kahoot.it of naar de app. En voer de pincode maar eens in. Want de laatste van dit seizoen wordt een spannende. En ik ben benieuwd of jullie Nederland ook zo goed kennen als het niet op een schematische kaart is, maar gewoon een fotootje van boven. We hebben toch allemaal een beetje het idee dat we nog even in het vliegtuig zitten. In plaats van een vakantie gaan, wordt het een rondje Nederland. Nou, we hebben al een paar deelnemers. Kijk. Ja. Oh, yes, Bob. Ja. Het is altijd spannend, hè, dat inbellen van hoeveel kijkers hebben we. Wordt het druk, wordt het niet druk? Er was wat weinig herrie op de multimedia kanalen de laatste week. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, nou, dat valt me nog niet tegen. We hebben er al 10. Ah, we moeten toch wel iets verder kunnen komen dan 10, hè? Ja, het kan ook, hoor. We waren wat laat eigenlijk ook met organiseren. De zomer is al begonnen, hè, een beetje. Ja, één voordeel, je hebt meer podiumplekken. Deze ja, en iedereen is natuurlijk ook verschrikkelijk druk. Dat is ook wel wat. Ja, het is echt weer even druk. Net nou het weer mooi wordt. Ja. Ja. Maar nou, goed, laten we gewoon lekker gaan spelen. We gaan gewoon beginnen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Een blik van boven. Komt-ie. We zien hier een slot, een oud kasteel. Welke is het? Herken je het? Mooie vormgeving. Nou. Hey, we hebben niks weggelaten, dus je kan niet zeggen maar van het belangrijke staat er niet op. Hè. Alles staat erop wat er te zien is. Ja, Loevestein, hè? Kende. Steeltje van onze Hugo. Ja, is dat niet van Floris? Het kasteel van Floris. Hugo stond uit zijn boekenkist. Oh, die. Hugo. Die ja. Hugo, ja. Maar Hugo staat al jaren gewoon op de markt hier, hoor. Een vesting. Een hele mooie. Ja, die ken ik. Nou. Ja, dit is een mooie. Het is goed wandelen daar. Is dat wel alvast een bril voor? Ik ben er eigenlijk nog niet geweest. Het is ver weg, hè, voor jou? Ja, dit is voor mij niet op de hoek, nee. Ik denk, ik zet er ook eentje van mij uit de regio bij. Misschien om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten. Maar die is wel bij eentje gelukt. Als kind zat ik daar op een kanon. Dat was echt prachtig. Maar Bourtange, dat is nog in Groningen. Nee, het is in Frankrijk. Bourtange. Ja, Bourtange. Oost-Groningen. Oh, Groningen. Ah, Bart gaat goed. Bij Meppen. Nou, Fort. Oeh. Kennen jullie allemaal Forten natuurlijk, hè? Fort Pannerden, Fort Sabina, Fort bij de Nieuwe Steeg, Fort Asperen. Ja, ze zouden me echt vermoorden als ik dit fout heb. Ja, zou het? Er staat een nieuwe tipi trouwens. De tipi is weer helemaal mooi opgebouwd. Dus en het museum is weer helemaal open vanaf, volgens mij, komende week. Ja, het is echt de moeite waard om toe te gaan, hoor. Zeker met kinderen ook erbij. Ja. Zonder kinderen ook leuk. Alle binnen. Dan zou ik op een doordeweekse dag gaan. Ja. Hey. Een stadje. Nou, het is geen klein dorpje zoals je ziet. Ach. Amsterdammers vinden misschien van wel, maar voor mij is het natuurlijk al snel een stad. Er gaat niets komen. Dommers, verkeerd gedrukt. Verkeerd gedrukt, Erik? Nee, toch zeker? Ja. Nou. Ja. Ik ook. Wat dacht jij? Ja, ik dacht Groningen, maar ik druk op zich. Ik herkende dat plein. De markt, grote markt. Ja, daar hadden we ook een vlucht. Ah, hé, hey, Just is flink geklommen. De laatste vraag weer al. We zien hier een eiland.
Tot 10 gemeenten Noord-Beveland, Goeree of het eiland Haringvreter. Haringvreter, is dat een eiland? Ja, dat is een eiland, dat ligt bij Veren. Aha, en de vorm? 10 gemeenten ligt bij het Haringvliet. Deze wist ik eindelijk echt. Hier ben ik wel geweest. Hier hebben ze de laatste koeien afgehaald nu, hè? Oh ja? Dacht ik. Hey. Ik herken de vorm inderdaad. Ik denk dat ik nog nooit zo'n makkelijke quiz voor jullie gemaakt heb. Correct. Nou. Het podium, jongens. Op de derde plaats. Heel goeroe, Erik, proficiat. Je hebt natuurlijk wel het voordeel van in de uitzending zitten, maar Reinhard op tweede plaats. Ja, en de eerste is geen verrassing meer, denk ik. Moet Bart zijn, Bart, nee, ja. Bart van harte. Ja. En die Fred Torreveren, Just Fijbers. En ook via de stream, hè? Dat heeft via de stream nog wel, hè? Dus dan weet je echt, en echt 5 van de 5 vragen, hè? Zowel nummer 1 als nummer 2. Dus, knop. Super. Ja, Helemaal leuk. Marielle, je had het over vogels, maar je bedoelde dus eigenlijk gewoon een vogelvlucht. Ik wilde niet dat jullie op voorhand natuurlijk gingen oefenen, omdat je voorkennis had. Heel leuk. Ja, dat is gewiekste vogelgids aanraden. Gewiekste van Nico Den Haan. Elke vraag, wat was dat nou voor opmerking? Elke vraag werd door de meeste spelers juist beantwoord. Een hele mooie uitgebalanceerde quiz dan. Ja, meestal is het zo dat er een 5-5 score komt bijna nooit voor bij de quiz, maar nu 2. Ja. En we hebben ook wel eens gehad dat er, ik geloof maar iets van 15% van de antwoorden juist was. Dus en dan hadden we best veel deelnemers, dus het gaat niet altijd helemaal goed. Ja, ik heb ook wel eens van die vragen gemaakt. Ik ook wel. Vorige keer toen Marielle er niet was, toen ging ik de vragen maken voor de post-gis-uitzending. En dan worden ze ook heel moeilijk. Ik weet ook dat niemand goed had wat het hoogste punt van Nederland was. Oké. Nee, dat het op de Antillen ligt. Die 4 bergen erop had staan. Ja. Dat is toch volstrekt helder, maar vooruit. We gaan naar de toekomst van de cartografie. We nemen jullie mee naar het laatste inhoudelijk onderwerp van deze avondsessie. En dat doen we met Boutje. Goed, ik zal mijn presentatie erbij pakken. Ik vind het wel een beetje pretentieuze titel. Dus je legt de lat hoog voor jezelf. Nou ja, we gaan het erover hebben. We zullen het zien. Just, ik zie hem. Jullie zien hem ook. Oké, nou, goed. Ik ben Boutje, ik geef les bij Eres Hogeschool. GMD, Geomedia en Design. De HAS doet het ook in Den Bosch. Maar die hebben inmiddels hun naam veranderd in Applied Geo and Information Science. Het is iets op het snijvlak tussen geografie of inhoud, noemen we dat allemaal. Geodata, ICT en communicatie, visualisatie. En dus daar is dat spinnenraggetje webje voor. Hè? De GMD'er zou dan eigenlijk spin in het web moeten zijn in een organisatie. En van alle 3 belangrijke pijlers mee kunnen praten of werken of doen. Bij ons is altijd de open source versus de S3 zeg maar al een groot discussiepunt. En dat blijft blijkbaar ook. Maar goed, ik hou voet bij stuk. Dus er zijn ook open source programma's die we gebruiken. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de toekomst. Even kijken hoe ik verder ga. Ja. Dan gaan we ook gelijk maar door met deel 2 van de basiscursus cartografie. Wat ik bij mijn studenten altijd doe is ook veel hebben over gewoon de grafische dingen die belangrijk zijn. En dan is kleuren een van de belangrijkste elementen. En in heel veel kaarten of datavisualisaties worden rood en groen gebruikt, want rood staat voor slecht en groen staat voor goed. Nou, en dan kun je leuke kaarten maken en duidelijk aangeven. Alleen vergeten ze dus heel vaak, zelfs al heb je erover lesgegeven, dat rood en groen voor kleurenblinden echt niet te onderscheiden is. Dus
zo'n stoplichtkaart of datavisualisatie is verboden. Dus dat is denk ik ook een goede les om mee te nemen als je iets van kaarten maakt. Dat gewoon een deel van de mensen het niet kan zien. Het was onlangs nog bij het centraal examen. Daar hebben ze nu een soort kaartenboekje waar je dan, omdat ze dan niet meer de atlas gebruiken, maar dan krijg je dus een kaartenboekje erbij. En daar waren dus ook kaarten bij. En studenten die niet wisten dat ze kleurenblind waren, liepen daar dus spaak op vragen. Dus het wordt zelfs bij het centraal examen dus zeg maar nog fout gedaan. Oh, dat is je kan ontvangen is andere kleuren gebruiken. Je hebt daar tools voor waar je kan checken hoe het eruit ziet. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, als het een gorrelpleet is of zo, percentages erin zetten. Zodat je dan misschien de kleuren niet ziet, maar dan met de percentages en de omtrek bijvoorbeeld nog wel je weg kan vinden. Voor iedereen die zegt dat dit niet erg is, hè? Rood en groen door elkaar gebruiken. Je ziet daar zo'n stoplicht staan, hè? En een van de leukste dingen is altijd die je dan kan voorstellen. Oké, draai het stoplicht maar om. Als je zegt dat het niet erg is en dat het voor dit thema wel goed kan, draai het stoplicht maar gewoon om. En kijk wat er in het verkeer gaat gebeuren. En dan weet je heel goed en heel snel hoe belangrijk dat wordt. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat de defensie of zo, dat daar de stoplichten dat rood onder zit of zo. En dat de mensen dat dan niet wisten en dat ze dan dus... Nou ja, daar dus inderdaad fouten mee hebben gemaakt. Maar goed, de precieze anekdote weet ik niet meer. Nee. Maar in ieder geval, dit is dus wel belangrijk. Nou ja, voor een kaart, visuele weergave van de werkelijkheid. Nou ja, en dan gaan we dus inderdaad van... jullie hadden het al over dat 1-op-1 en digital twin. Van, is dat dan de toekomst? Location-based games of location-based vormgeving... Wat ik altijd wel leer ook aan mijn studenten is van de kaart moet een doel hebben, want anders is het geen kaart. Nou ja, dat zei Winifred net eigenlijk ook. Hè. Dus, als het een doel heeft, dan moet je ook een doelgroep hebben. Dus voor wie maak je het? En als je een webkaart maakt van hoeveel ruimte heb je? Denk aan de visuele hiërarchie. Wat is belangrijk? Wat geeft je meeste aandacht? Is dat het belangrijk? Dan pas als laatste echt de vormgeving van leuke kleurtjes en leuke typografie of fonts. Dit is een onderdeel van een videofilmpje gemaakt met Twinmotion. Dat is een real-time 3D engine die semi-open is. Zeg maar. Je kunt er gebruik van maken, maar als jouw game of jouw video soort viral gaat, dan moet je dan alsnog zeg maar voor betalen. Maar wat wel heel leuk is, is dat je verschillende soorten ondergronden kunnen maken. Dus niet alleen maar gras, maar ook geel gras. En in de zomer en winter, je kunt met het licht spelen en seizoenen. Maar je kunt ook OpenStreetMap daarin inladen. En dan bijvoorbeeld deze weer ook met Photoshop, zeg maar, van een soort van street view kun je die, hier dus de blokken nog, maar gewoon kun je die weer bekleden, zodat het echt wel heel... echt eruit gaat zien en kun je dan ook weer landschapselementen toevoegen die jij wil. Dus daar kun je wel echt heel leuk mee spelen. Godot, of hoe je het ook maar uitspreekt, is dan ook zoiets, maar dan helemaal open source. Alleen weet ik weer niet of je daar heel makkelijk dan weer OpenStreetMap in kwijt kan. Nou, een Blender kennen de mensen denk ik meestal wel. Nou ja, dat kun je wel mooi 3D dingen maken, maar dan weer niet als video zo goed. Maar ja, dat is dan toch vooral voor, laten we zeggen, in de geo meer voor de CAD en de BIM en de 3D dingen, zeg maar. En minder voor GIS of data-analyse. Hè. Dit is toch meer communicatie uit, dat het er leuk uitziet. Of dat je een soort voor- en na-achtig iets ziet of de toekomst laat zien van zo kan het eruit gaan zien als we deze wijk opnieuw gaan ontwikkelen. Of als we de weg gaan omleggen en er minder auto's rijden. Want die auto-intensiteit kun je bijvoorbeeld dan ook instellen. Hoeveel auto's of hoeveel fietspaden of fietsen langskomen, dat soort dingen. Dus dat is het dan niet helemaal. Hè? Waar gebruik je het voor? Nou, en dan VR is natuurlijk ook zoiets. Dat is op zich wel heel leuk, hè? Want je kan op plekken komen waar je normaal niet komt. Dus dat zou in het heelal kunnen zijn, in je lichaam. Maar ook in de woestijn of in de ondergrond,
als we het gewoon weer over de geo hebben. Dat is leuk om te ervaren. Het is wel heel individueel, blijft zo'n bril. En ja, er zitten natuurlijk alleen maar de grote techbedrijven die het niet zo nauw nemen met onze privacy achter. En daar blijf je voor een groot deel ook gewoon van afhankelijk. Er is wel een platform die, nou ja, merkafhankelijk, zeg maar, ook hun games aanbiedt. Maar ja, dan blijft het bij games. En nou ja, we zijn toch op zoek naar een soort van meer geo-analyse. Steam VR heet dat trouwens. En ze meten dus alles, hè, die grote jongens, die weten gewoon je iris, hoe die je beweegt. En dan kunnen ze eigenlijk al een aflezen voordat jij zelf weet, hoe het er met jou gesteld is, zeg maar. Dus, hè, en ze kijken in jouw huis. Dus ja, dat is ook niet helemaal de toekomst, denk ik, als we daar van compleet van afhankelijk zijn. Augmented reality dan. Dus dat je een mix hebt van de echte wereld en de virtuele wereld. Nou, hier zie je een foto van kabels en leidingen in de ondergrond. Daar kun je natuurlijk hele mooie dingen mee doen. Dan wordt het misschien wel echt al heel interessant. En je ziet dan een veldmedewerker die moet 20 pijlbuizen. En welke moet hij nou hebben? Nou, het is een soort trial and error misschien. En met AR kan ik dus wel weten van welke moet ik hebben. Maar dan helpt ons brein weer niet helemaal mee. Want hier hebben we echt problemen met optische illusies. Dus je ziet het als het ware dat die buizen, zeg maar, boven de grond gaan zweven. En dat ze dus niet precies boven de put zitten of op de plek waar ze zijn. Behalve als je er recht boven staat. Dus dan moet je ook echt weer met je visualisaties dingen gaan doen om dat, nou ja, zeg maar, te corrigeren. Dus ook dat is dan nog niet helemaal goed, zeg maar. Bovendien, als je dat mee het veld inneemt, je batterij is gauw leeg, is de GPS wel correct. Weet je, als het heel veel zonneschijn is, dan kun je je beeldscherm natuurlijk weer moeilijk zien. Of het regent, dan kun je weer niks invoeren. Ook dit is niet ideaal. Laat het daarop houden. Goed. Studenten van mij hebben met zo'n AR-app, namelijk VGIS, wat niet open is, gewerkt. Dus ze hebben daar een soort, in dit geval deze groep, een boominventarisatie gemaakt. Nou ja, dan is het al een kunst om de boom op de juiste plek te krijgen. En daar een visualisatie aan maken. Mapbox heeft ook een AR-applicatie, die dus dan, nou ja, ook een soort van semi-open is. Moet je er wel weer goed kunnen programmeren, want dan moet je met Unity, zo'n gametaal, JavaScript, React, kun je mooie dingen maken. Maar onze studenten die zijn niet per se technisch en ook niet per se dat ze dat heel graag willen. Dus na een beetje HTML en wat Python houdt het toch gauw op, helaas. Ah, ze hebben wel een leuk beeld voor welke kleur bloesembomen hebben precies. Ja. Nou ja, dat hebben ze dus inderdaad in dit project. Ging het dus over de bomen, of die op de juiste plek stonden. En hebben ze dus een soort inventarisatie gemaakt van wat de mogelijkheden zijn in die app. Want er zijn maar een beperkt aantal vormen. En die hebben ze dan gekoppeld aan de vormen van de boomkruinen. En dan hebben ze een hele kleurenpalet. Dus juist niet groen tinten gepakt, maar juist andere tinten. En dan hebben ze een hele soort waaier gemaakt, zodat je dat dus dan goed kan onderscheiden. Dus dat soort producten maken onze studenten dan wel. Hè? Dus dat het wel, nou ja, dat is wel meer communicatie, maar wel ook bruikbaar is, zowel voor de veldwerker als op het kantoor. Maar wat dan ook nog wel iets van, bijvoorbeeld ze hebben het nu over de boomkruinen en hoe groot die zijn. En dat kun je dan op dit voorbeeld zien. Maar als je dan bijvoorbeeld nog een ander iets, zeg maar, iets gezondheid van de bomen daarbij wilt, dan heb je weer een andere attributentabel nodig. Dan moet je weer andere data inladen. Dat moeten ze dan toch weer op het kantoor doen. Dus dan is het op locatie daarmee werken toch nog niet helemaal succesvol, om zo maar te zeggen. Dus mijn toekomstvraag van: is het 1-op-1? Is het digital twin, is het toch AR werken of we blijven gewoon een beetje gissen? Dat was het. Thanks.
Ja, dat is wel scherp. Want dat betekent dus ook gewoon eigenlijk wat jij zegt, is dat met alle toekomstbeelden die je eigenlijk schetst, dat het toch nog steeds heel erg afhangt van de persoon, op welke manier die persoon dit eigenlijk wel of niet wil doen. Hè? Wat je net beschrijft, te veel techniek erin maakt dat het ongewenst wordt om veel te gebruiken. Hè? Dus we zitten eigenlijk te zoeken om dit soort toepassingen goed te maken naar iets wat ook gebruiksvriendelijk is in te richten. Ja. Er kan heel veel, maar de vraag is, kan iemand daar ook iets mee? Ja, nou ja, je kunt echt mooie dingen mee maken. En ik geloof ook echt wel dat je van iets als de AR met de ondergrond, dat je daar iets mee kunt. Dat makkelijker gaat dan misschien wellicht dan het nu is. Maar ja, dan kom je weer dus bij andere problemen. Of inderdaad van dan toch weer beperkingen. Omdat je dan bijvoorbeeld combinaties niet kan maken. Of meerdere attributen kunt maken. Ja. Dat blijft gewoon dus lastig dan. Ja. Het zijn ook eigenlijk wel heel erg technische problemen die je dan nog steeds hebt. Je hebt het idee, althans, misschien door de veelheid van applicaties en door, ik vind zelf toch ook altijd nog steeds dat de data, die moet eigenlijk op orde zijn. En daar ben je toch vaak lang mee bezig. En daar zullen jullie vast denk ik ook tegenaan lopen. Ja. Ik vind het wel heel leuk uitzien. Dit soort testen vind ik wel echt leuk. Ik denk dat we het moeten hebben en vooral ook moeten uitproberen om verder te komen. Ja. Nou, zeker. Ja. Nou, en hebben wij bij bouwkunde bij de TU Delft, daar is ook een VR-lab. En volgens mij wordt het leuk om eens een keer daar samen naar te gaan kijken. Om te kijken of we die link ook kunnen leggen tussen de HAS-studenten en de mensen bij Architecture hier in Delft. Die zijn vaak ook juist in de bebouwde omgeving heel erg bezig. In het stedelijke, de urbanism. Nou, ik denk dat daar wel een win te maken is. Ja, en ja, daar is natuurlijk echt voor het stedelijke van. Hè, als je een nieuw gebouw gaat plaatsen, wat heeft dat dan voor effect voor op de zonval of van de wind of dat soort dingen. En hoe ziet het er dan uit hè, met slagschaduw en zacht. Maar daar kun je heel goed bijvoorbeeld VR voor gebruiken. Maar ja, dat vind ik toch echt iets meer zeg maar voor ruimtelijke ordening issues of zo. Inderdaad, of stedelijkheid hoe werkt dit gebouw of zo. En ik denk dat als je bij GMD of meer vanuit een geografisch perspectief, dan gaat het over misschien wel bredere zaken die niet per se in zo'n voor- of na-situatie in de bril te zien zijn. En dat is denk ik ook een beetje het verschil nog steeds met dat BIM en GIS of zo. Ja, onderschat die bouwkoos niet, hè? Nee, ik onderschat ze niet. Ik zeg alleen, het is gewoon een andere stukje van het geheel, zeg maar, waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar ook bij bouwkunde gaan ze natuurlijk steeds meer met GIS werken. Ik vond het toen ook heel leuk op de eerste Fosfor G in Groningen. Dat er een presentatie was van twee architecten die QGIS hadden ontdekt. En toch wel zoiets hadden van, daar kun je ongelooflijk snel wat mee maken. Ja. Dus die overlap is er denk ik wel. Dat is natuurlijk wat je overal wel ziet in werkvelden. Dat dingen steeds meer door elkaar gaan gebruikt worden. Ja. Ja. Wouter, die wil wat zeggen, maar hij is gemiddeld. Ja, Wouter zit zijn kinderen af en toe te spreken. Dat kan je lip lezen. Nee, maar ik zie wel of het niet leeft. Helemaal goed. Maar ik zou wel wat kunnen zeggen, want je had al aangekondigd dat ik een joker was vanavond. Ja. Ik zal eens kijken hoe ik die in ga vullen. Dan had ik natuurlijk een beetje zitten denken aan achter is tijd en ruimte zat voor uitgebreide discussies. Omdat iedereen, het is een klein programmaatje, maar we zijn toch al 53 minuten onderweg. Je hebt een voorstellende vraag. Maar ik heb toch wel een vraag die mij al, wanneer begon ik bij Raap te werken? 20 jaar geleden? Archeologisch adviesbureau. Je ziet dat daar augmented reality in de archeologie gebruikt wordt. Dus cartografie van de toekomst. We gaan de historie bekijken. Precies. Dat is alweer een mooie tegenstelling eigenlijk. Maar in die tijd dat ik daar begon, heb ik heel veel kaarten gemaakt. Echt heel veel.
En dat was meestal van opgravingen of boorprojecten of grote verwachtingskaarten, beleidsadvieskaarten waar je de gemeente inzicht moet geven in wat. Nou, heel veel was in die tijd puur papier. Later is dat natuurlijk allemaal, er is nog steeds heel veel papier, heel veel statisch. En je zit dan altijd met dat generalisatieprobleem waar Winifred het ook over had. Maar dat probleem dat bestaat natuurlijk eigenlijk ook als je met webkaarten te maken hebt waar je gewoon in kan zoomen. En een vraag die mij altijd bezig gehouden heeft en waar volgens mij nog steeds niet echt een heel goed antwoord op is, maar het kan ook zijn dat ik enorm achterloop, dus ik zou het toch wel leuk vinden. Jullie hebben het ook gehad over die data die erachter zit. Dat je vanuit je data eigenlijk toch je kaart gaat maken. En als je met een GIS bezig bent, is dat ook eigenlijk je basis. Er is geen gisser die af wil wijken van zijn data. Op het moment dat je gaat generaliseren, is dat een immens probleem. Je krijgt ineens een extra kaartlaag, die is losgekoppeld van je oorspronkelijke kaartlaag. Of hebben we er trucjes voor? Als je objecten gaat verschuiven, vergelijkbaar probleem. Weglaten is filteren. Dat kan je doen, daar kan je tags aan hangen, hoe je het maar wil noemen, op een of andere manier en zeggen van, nou ja, dit wil ik op deze schaal niet tonen. Maar met name dat aspect van het verplaatsen van objecten en van het generaliseren maakt het heel erg moeilijk om echte data-driven kaarten te maken die voor verschillende schalen geschikt zijn. Dus ik was heel nieuwsgierig. Ik hou het niet zo heel erg meer bij de laatste jaren. Of daar wat in dat opzicht verbetering is gekomen, of dat we eigenlijk niet veel verder zijn dan 20 jaar geleden toen ik daarmee worstelde. Nou, dan 20 jaar geleden zijn we zeker verder. Dat bewijst het kadaster, die alles automatisch generaliseert. Op dit moment. Bijna alles, denk ik. En dat gaat steeds beter. Dus er zijn wel dingen minder mooi dan dat je elke kaartschaal opnieuw maakt. Ja, zoals vroeger. Ja, ze zijn ook wel wat robuuster geworden. Maar de snelheid en de actualiteit is natuurlijk ook belangrijk. En er zijn ook wel wat nieuwe algoritmes om te generaliseren. Er is, als je naar MapShaper kijkt bijvoorbeeld, mapshaper.org, dan kun je, die gebruik ik zelf heel veel als ik wil generaliseren, grafisch wil generaliseren in ieder geval. Ik gebruik het eigenlijk heel erg veel. Het CBS zet ook alles ongegeneraliseerd op zijn website. En als je een beetje een statistisch kaartje wil maken, dan moet je toch in gemeentes veranderen elk jaar. Toch, Boutje? Oké. En is het een beetje, voldoet het een beetje aan de standaard van een echte cartograaf? Wat eruit komt uit die automaten? Steeds meer. Ja. Je zag wel in het begin hele rare dingen. Ik ben met de allereerste automatische generaliseren top 50 kaart gaan maken voor een wandelboekje. En op dat moment waren er nogal veel mensen die meekeken en die ook de buurt goed kenden. Dus dat leverde soms hilarische dingen op, met name bij kasteeltjes of zo bijvoorbeeld. Of als je donutachtige shapes krijgt, dan wordt het lastig voor de automatische generalisatie. Maar ja, het is ook wel goed. Ze kunnen goed snappen naar punten. Bijvoorbeeld, ze kunnen ook goed geometrische fouten eruit halen. Dat zijn toch allemaal echt wel interessante dingen voor mij. Dankjewel. En bij deze jokeractie wil ik het ook laten, want ik heb de dankbare rol op dit moment, dat ik voor het eerst in lange tijd dat we een grote geoshow kunnen afronden, keurig op het uur. Dus ik ga dat doen. Nog één sponsormoment. Het sponsormoment mag. Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Daar sta je zelf bij. Maar mag ook nog langer, want was we hebben nog een minuut. Voor iedereen om te lezen, ja toch? Het was wel heel kort, Jus, het mag wel. Winifred, Boukje, Marielle, Wouter, ontzettend bedankt voor jullie inhoudelijke inbreng deze avond. Jij ook, Jus, Erik. Dank je wel voor de techniek. En wij zien elkaar, hebben wij in juli nog een sessie gepland of zien we elkaar na de zomer weer? Ja, dan gaan we een zomerstop. Dan krijgen we een zomerstop. Dan krijgen we, dan krijgen we van die dubieuze programma's op tv.
En mensen geen raad weten de rest van de zomer. Maar, we kunnen de herhalingen kijken. Ja, we hebben 18 afleveringen. Als je dat binge-watcht, dan ben je ongeveer 48 uur wel al bezig. Ja. Oké. Dus dat is, en zullen we dan, als we naar de zomer doorgaan, beginnen met een quiz met vragen over alle afleveringen. Kijken wie er gekeken heeft. Ja, dat en met deze gedachte laat ik jullie graag los. Ik zou zeggen, stort er maar in. Ja, oké, mensen. Dankjewel. Goeie zomer. Goeie vakantie. De grote Geo Show voor de nono. Liefhebber van Geo, is er de grote Geo-show. Mene heet u welkom en loodst u door het uur, waarin menigeen u meeneemt vol passie en met vuur. Quiz van Marielle en meer interactiefs, de zeepkist voor uw stelling en voor allerhande nieuws. De grote Geo Show zit vol actualiteiten over data en coderen, vele interessante feiten. Met Jonna aan de knoppen, zij zorgt voor de techniek. En de geomuziekanten, die zorgen voor de muziek. Van de grote Geo Show voor de nono. Dit zijn pareltjes waar ik echt met heel veel plezier naar kijk.